In de Bergplaats maakte de ondernemingsvereniging van Berchem de ondernemer van het jaar 2013 bekend. Goedenavond, dames en heren. Alle van harte welkom hier op de oudjaarsavond. Onze oudjaarsborrel hebben we hier vanavond. Ik wil een speciaal woord van dank van de familie van Dijk uitbrengen, die ons hier vanavond de gastvrijheid heeft gegeven. Die zullen ons vanavond ook voor een natje en een droogje voorzien. Dus dat zal best allemaal goed komen. Als we allemaal terugkijken op 2013, eigenlijk moet je in het bedrijfsleven niet te veel terugkijken, eigenlijk alleen maar vooruitkijken. Maar terugkijken op 2013, ik hoop dat er onder ons veel mensen zijn geweest die kunnen zeggen, ik heb toch een redelijk goed jaar gehad. Er zullen misschien enkelen onder ons zijn die zeggen van, nou, het is niet alles geweest. Want het is natuurlijk niet alleen de oudjaarsborrel, we hebben hier ook vanavond dat we de ondernemer van het jaar gaan kiezen. Vorig jaar is René Bescheidton de eerste ondernemer van het jaar geworden. We hebben het ook in het bedrijfelijk OS kunnen lezen. Er stond een heel mooi stuk in hoe het René eigenlijk ervaren is. Ik heb er René zelf ook over gesproken. Hij heeft er een heel leuk jaar gehad. Hij heeft zowel van de ondernemers als van de Bergse bevolking en ook buiten Bergen hele leuke berichten van ontvangen. Hele leuke felicitaties gehad. Dus hij is ook op diverse gelegenheden gevraagd om dingen te verrichten en iets uit te reiken. Dus René, volgens René, heeft het een heel leuk jaar, is een heel leuk jaar ervaren. Maar ja, hij zal er vanavond ook weer een nieuwe moeten komen. Dan hebben we hier ook een geweldige bokaal. Ik geloof dat ze hem straks een beetje ingezoomd hebben, dat ze hem op het scherm kunnen laten zien. Deze bokaal die is vervaardigd door Julien van Os. En hij symboliseert ook iets. Dit is de berg waarom de samenleving omheen zit. In de berg zijn ook gehamerd met trapjes. Dus zo is de samenleving samen de berg beklimt tot een hoogtepunt. Dat is de gedachte die erachter zit. Dus het is eigenlijk hetzelfde is een ondernemer het wil doen. En een ondernemer die wil ook altijd omhoog. Dus die wil ook met de trap naar boven doen. Deze bokaal die is ook beschikbaar gesteld door Juwelier van Os. Dus ik wil Marion en Toon daar ook van harte voor bedanken. Voor deze geweldige ondersteuning. Ik zou ook zeggen een applausje voor Marion en Toon. Ja. Dan is denk ik de tijd aangekomen. Vorig jaar hebben we hier Frans Hezen gehad, een grote ondernemer. En toen hebben we Frans gevraagd, Frans, zou jij de bokaal uit willen reiken? Frans had het gedaan. Dan hebben wij natuurlijk gedacht, wie moeten we dit jaar laten doen? Nou, we hebben Bergen ook een hele grote ondernemer gehad. En dat is Jan van Aalst. Jan van Aalst is toch een van de grootste ondernemers van Bergen geweest. Jan heeft meer dan 100 man personeel gehad. Van Aalst is toch een begrip in de elektro, zeker onder het hele elektro gebeuren. En Jan die is bereid geweest om hier vanavond aanwezig te zijn. Jan was met zijn bedrijf niet alleen in Bergen, door heel Nederland en buiten de grenzen heeft Jan ook werk gemaakt. Jan, ik zou graag willen hebben dat je hier naar voren komt. En dan sta je ook hier niet meer zo alleen. Hè. Jan, van harte welkom. Het valt mij altijd op, we hebben elkaar al vaak een hand gegeven, maar als je mij een hand geeft, dan denk ik hoe erg je met die grote hand of die kleine knuppels vast kan houden. Maar dat is toch de techniek al geweest. Hè? Ja, Jan, we zijn in ieder geval, we vinden het heel fijn dat jij vanavond hier aanwezig wilt zijn en dat jij de bokaal wilt overhandigen aan de ondernemer van het jaar. Nou, we hebben hier één man in ons midden en dat is onze notaris. En dat is Geert de Vree. Geert de Vree die heeft een envelop waar zowel de naam van de ondernemer op staat. Geert, zou je ook naar voren willen komen? En als jij dan de envelop aan Jan wilt overhandigen dadelijk, mag je zitten. Maar Geert, je moet ook eerst maar eens vertellen of dat het alles allemaal volgens de regels verlopen is.
Nee. Welkom, Geert. De ondernemer van het jaar voor 2013. Nou, we hebben weer een soortgelijke procedure gehad als vorig jaar. Henk heeft me weer benaderd als voorzitter van de ondernemersvereniging in Bergen. Met verzoek of we weer het een en ander konden regelen. Onze brievenbus heeft dienst gedaan als stablokaal. En op 2 december zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we de balans opgesteld. En de uitslag die zit hierin. Die wil ik graag aan meneer Van Aalst overhandigen. Om hem te openen en kenbaar te maken wie de ondernemer van 2013 dit jaar geworden is. Ik weet het. Nou, en ik wist het al. Het is geworden de directeur van. Bureau-reclame. Rini van Rodijnen. En uiteraard weer 2013. Misschien dat ze naar voren kunnen komen. Dan kunnen we het daar eens even over hebben, hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Ja. Meestal als ik ergens was, dan had Rini altijd het woord. Want hij was bij enorm veel organisaties in Bergen aangesloten. Die meestal dat hij als voorzitter of in ieder geval als spreekstalmeester het woord deed. Het ligt even weg, want ik weet het. Ik heb even nagevraagd en nagekeken hoe Hero is ontstaan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik volledig achter die keuze kan staan van ondernemer van dit jaar. In 1975 is Rini met Willemien samen een reclamebureau begonnen. Via diverse lokaliteiten in het dorp zijn ze uiteindelijk terechtgekomen in de Hoekse Boslaan, waar ze nu een prachtig bedrijf hebben. Rini heeft ook op tijd omgeschakeld naar een andere soort reclame maken, het beletteren van auto's. Toen in de tijd, in 1975, toen waren er niet zoveel auto's, dus dat was niet veel in te doen. Nu is daar een hele nieuwe markt en hij doet het op een fantastische manier en denkt altijd samen gedaan. Want ik weet van mijn eigen, als je met niks gaat beginnen en een vrouw die staat er niet achter, dan kun je er niet veel bereiken. Ze hebben het altijd samen gedaan en ik weet ook met Rini, Willemien, door hun prijzen, dat ze altijd de werk enorm goed hebben gedaan. Ik denk dat je dat kunt beamen. Nou, en ja, dat was het eigenlijk ongeveer. Ja, ik kan nu wel het hemel in prijzen, maar iedereen weet dat toch? Ja. Zeg daar ook nog wel iets over de ondernemers gedaan. Ja, het is een prachtig lokaal. Ik dacht eerst dat het een wisselbokaal was. Ik denk, zoveel geld hebben ze niet om in die ordinaire te kopen. Maar hebben ze wel, dus Rini, de bokaal. En van harte gefeliciteerd. Dankjewel Jan voor de ondersteuning die je ons gegeven hebt. Rini, ik wil meteen jou ook van harte feliciteren als ondernemer van het jaar. Ik vind dat die geweldig terechtgekomen is. Willemien, we hebben voor jou ook nog iets meegebracht. Willemien, van harte gefeliciteerd. Kijk eens. Dan is het goed, is er een glaasje champagne rondgebracht. Ik weet niet dat die al overal is. Of zijn jullie nog mee bezig? Wat is dat?
Lindy. Want dan willen we toch even gezamenlijk een toast uitbrengen met de champagne. Dat moet ook gewoon vangen, zullen zijn, toch? Ja, dankjewel. We brengen met z'n allen een toast uit op het ondernemerspaar van Bergen. Van harte gefeliciteerd, een proost en nog vele jaren samen. Jij zou denken, Rini niet zijn, is Rini niet zelf ergens iets wil zeggen. Dus ik denk dat ik jou even het woord gegeven waar jij erop te vertellen. Ja, dankjewel, Rijk. Ja, het klinkt natuurlijk erg cliché is dat je gaat zeggen van nou, die had ik totaal niet verwacht. Maar dat is ook niet. Ik kan er wel even, Henk zegt, we moeten niet terugblikken, we moeten vooruitkijken. Maar als ik dan in 2007 in de gemeente Os als vrijwilliger van het jaar uitgekozen word, dan klinkt dat niet erg ondernemersachtig. Dan denk ik van nou, een hartstikke mooi initiatief van de ondernemersvereniging Bergen om ondernemer van het jaar gaan te benoemen. Maar dat is voor mij niet weggelegd. Ik ben hier ondernemer gewoon helemaal niet. Want ik ben meer een verenigingsman als een ondernemer. En daar zullen veel van de aanwezigen hier wel beamen. Want als er ooit een beroep op Hiro gedaan wordt, dan gaat wel eens ooit het verenigingswerk voor. En moet de ondernemer wachten. Dus dat is niet echt ondernemersachtig. En dan denk ik van nou, dat is voor mij niet weggelegd. Daarom is de verrassing des te groter dat dat dus wel is. En dan kan ik het, als je dan daarover die korte tijd dat je nou dus eigenlijk de eer krijgt om als ondernemer van het jaar, om dat even te revue passeren. En dan denk je van... Ja, je bent meer ondernemer, zeg maar, voor de verenigingen als voor het bedrijfsleven. En dat is ook een ondernemerschap. Er zijn toch wel verenigingen die dat ondernemen van ondergetekende en samen met Willemien en de rest van het bureau-team, laat ik het zo dan noemen. Het is ook mijn dochter die mij met raad en daad en ook met de diensten ondersteunt en mag natuurlijk Janine niet vergeten, die al meer dan 17 jaar bij mij in dienst is. En dat is echt mijn rechterhand, of mijn linkerhand, want mijn rechterhand die is nou ook mijn rechterhand. Maar mijn linkerhand is toch zeker ook Janine, die deze eer ook toekomt. Ik bedank natuurlijk ook iedereen die op mij gestemd heeft, die dan toch het vertrouwen in onderneming Wiro of de persoon Rinia Willemien van Rodijn hebben. En daar ben ik hartstikke blij mee. Voor degenen die nog twijfelen of dat ze moesten kiezen. We hebben gedacht om toch het verenigingsleven een beetje een rustige gaatje aan te geven. En ja, het is gebleken vanaf september nadat we Theater of Dreams hebben gehad. Toch de Wiro weer wat meer tevoren hebben kunnen schuiven. En heeft dat meteen geresulteerd in, we hebben het allemaal in die auto. Dus ja, dat was dus ook een echte Wiro actie. Ik ben blij dat de stembussen 2 december waren gesloten. Dus die 5 december heeft er niks mee te maken gehad. Dat de keuze dus voor ons is gevallen. Maar alle stemmers bedankt, alle twijfelaars. Kies voor Wiro in 2014. En voor degenen die nog niet zover waren, dan staan de deuren open. We hebben na de verbouwing een automatische deur. Dus je hoeft de hand nog niet meer te reiken. Je kunt gewoon zo binnenlopen. Ja. Allemaal hartstikke bedankt. Een hele... Ja, we spreken elkaar ongetwijfeld dadelijk ook nog. Allemaal hele fijne feestdagen natuurlijk. Een succesvol en zakelijk goed 2014 en verdere toekomst. Ja, dankjewel Rini voor je mooie woorden. Je zegt ondernemen, gewaard met de grote meerderheid ondernemer van het jaar. Dus ze zien in jou toch wel een echte ondernemer. Ik moet ook zeggen, ondernemen is niet alleen het zakelijke, het is ook hoe je maatschappelijk en sociaal in het leven staat. Je kon onder de stembiljetten kon er ook toelichten waarom dat ze op gestemd hebben. Er waren ook wel meer redenen dat je zo sociaal en zo bereidwillig in het leven staat. Ik ben blij in ieder geval met deze keuze. Ik heb nog een klein bloemetje meegebracht voor Annie.
Want Annie is natuurlijk met Jan meegekomen. Annie gaat altijd met Jan mee. Voor Jan is Annie, voor Annie is Jan. Dank u wel. Ja, Jan, ik dacht wel dat jij niet zoveel gaf zijn bloemen. Dus we hebben voor jou iets anders meegebracht gehad. Ik denk dat dat met die feestdagen ook wel van toepassing komt. Jan, hartstikke bedankt dat je hier aanwezig was. Alsjeblieft. Drink hem met smaak op. Ja, Geert, jij hebt ook het nodige werk gedaan gehad. Dus ook aan jou hebben we eens gedacht. Geert, bedankt voor de ondersteuning die je ons gegeven hebt. Ja, lieve allemaal, hartelijk bedankt voor de ondersteuning die er geweest is. Ik wens jullie allemaal een hele fijne en genoegelijke avond toe. We gaan er iets leuks van maken. Ook namens onder de bestuur van ondernemersfeest. Hele fijne feestdagen, prettige jaarswisseling. En volgend jaar met z'n allen er tegenaan. En we gaan er een succesjaar vol jaar van maken. Bedankt dan.